Oh my god. Ik, ik ben bang. En dat ik het niet helemaal fa. Oh! Wat? Die hey, kijkers van mijn kanaal. Welkom weer terug hier zo bij een nieuwe Sims 4 aflevering. En welkom dus weer terug hier zo bij aflevering 130. Volgens mij. Ik weet niet of het inderdaad 130 is. Maar volgens mij is dit aflevering 130. Wow! Het is niet normaal hoe lang we het al volhouden En dat jullie het nog steeds echt super gewoon. Ja, super support, hoe zal ik het zomaar zeggen? Wow, jongens, het komt er lekker uit. Het is vandaag laat deze avond, dus sorry als mijn woorden een beetje raar uit mijn mond komen. Maar welkom dus weer terug in mijn nieuwe aflevering. Wij zijn de vorige aflevering natuurlijk. Of ik ben eigenlijk op een heel erg gemeen moment gestopt. En ik kreeg inderdaad ook weer haat. Op dat moment van, ja, Gio, waarom stop je nou? Gio, doe dit nou eens niet. Kap er nou eens mee. En dat was dus inderdaad op het moment dat ik moest gaan testen of Louise zwanger was. Ja of nee. Want we hadden dus net... Gemeenschap gehad, geslachtsgemeenschap, oftewel gewoon seks, ik zal het maar gewoon eventjes uh, zo zeggen. Um, om mij te maken. We hebben inderdaad de vorige aflevering, dus Melanie gekregen, zoals je hier kan zien. Die ligt hier heerlijk in de wiegjes en het is natuurlijk nog gewoon een baby. Um, het was alleen de bedoeling dat wij dus inderdaad. Oh, ik weet niet wat dat vermelding was, maar er stond iets hier zo. Wacht. Melanie barst van de honger. Oeh. ho Wacht eventjes. Ik wil heel eventjes de baby voeden. Wow, de borst geven. Oké. Okay. Maar, Melanie die uh, is dus hier zo in de wiegje en het was dus inderdaad de bedoeling dat we gewoon een tweeling zouden krijgen, dus Melanie en ik, maar dat is dus uiteindelijk niet gelukt. Dus, wat we nu dus gaan proberen is inderdaad mij te krijgen, maar wat wij daarvoor moeten doen is een zwangerschapstest, want we hebben dus inderdaad seks gehad, dus wij gaan nadat wij de baby, oftewel Melanie, eten hebben gegeven, gaan wij een zwangerschapstest doen, want anders wordt Melanie straks meegenomen door huiszorg of kinderzorg, ik weet niet hoe heet het ook alweer. Wordt het kindje uit huis geplaatst? Oké, okay, het staat er niet bij, maar volgens mij is het iets van kinderzorg. Ik heb het ooit een keer gehad in de Sims 3. Ik weet niet of ik het ooit een keer in de hele Sims 4-serie heb gehad. Dat ik Melanie inderdaad. Um, of in ieder geval dat ik een kind uit huis had moeten zetten. Of dat hij een keer uit huis was gehaald. Dat weet ik eigenlijk niet. Als jullie dat nog weten, laat het me achter in de comments. Um, maar ze is hier dus lekker aan de blote borsten. <laughs> Uh, Melanie te eten aan het geven. Maar ga de zwangerschapstest maar eens doen. Want dat was dus inderdaad de cliffhanger van de laatste aflevering. Dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Het was ook een cliffhanger voor mezelf. Dus is ze zwanger? Ja of nee? Ga ik eraan komen? Ja of nee? 3, 2, 1 en... Ja? Ja! Gefeliciteerd, Louise is in verwachting. Dit huishouden wordt met een nieuw leventje aangevuld. Oh, jongens, ik zit in de buik. Of het wordt een jongetje of, ik bedoel, een meisje alweer. Dan hebben we een probleem. Of we krijgen nu ineens een tweeling. Weet je wel dat we eerst de hele tijd de moeite doen om een tweeling te krijgen. En nu willen we geen tweeling. En dan krijgen we een tweeling. Dat ik, ik zie serieus mijn leven hier wel weer voor aan. Dat dit mij gaat overkomen. Dit gaat 100% gebeuren. Ik weet niet wat zij trouwens nu gaan doen... ...maar ze zitten op mijn toekomstige bed. Wat doen jullie? Ze zitten nu inderdaad daar. In het echt. Ze zitten op mijn bed. Maar, voordat zij mij natuurlijk krijgt... ...dat duurt nog wel eventjes, dat is dus drie tot zes maanden... ...en over 24 uur. Um, ook in de vorige aflevering had ik jullie gevraagd... ...wat ik dus moest doen met Davy. Hier zo, dat meisje wat natuurlijk het kind is van Hester Mol... ...en ook het kind van Valerie. Valerie is haar moeder van Louise... ...en Davy is inderdaad ook de dochter van Valerie... Liep hij trouwens niet hier net langs, Valerie? Ik weet het niet. Oh, Davy is aan het slapen. Oeps, sorry. Ja, op een dinsdagochtend om half zes is het ook niet misschien de beste tijd om te vragen of iemand langskomt. Maar wat de vraag dus was. Het was dus, moet ik Davy in huis nemen, ja of nee? En in de poll In de poll kwam dus inderdaad als antwoord van: Ja, Gio, je moet er in huis nemen. Maar toen ging ik de comments lezen en toen zag ik toch eigenlijk heel veel mensen er negatief over praten van. Nee, Gio, doe het toch maar niet. En dan met reden dus van, ja, je bent in het echt toch ook gewoon een tweeling en je hebt toch niet een verborgen zusje. Heb je toevallig iets te vertellen? Nou, jongens en meiden, nee, ik heb niet een verborgen zusje of verborgen broertje. Denk dat maar niet. Dat heb ik sowieso niet. Maar anderen die zeiden weer van, ja, Gio, je moet het sowieso wel doen, want je was eigenlijk echt een drieling. Klopt, inderdaad. Voor de mensen die dat niet weten. Ik en Melanie waren inderdaad eigenlijk gewoon een drieling. Dat heb ik ooit een keer in een video verteld. Moet je dat maar eventjes opzoeken. Maar de meningen waren dus heel erg verdeeld. Dus ik ga nog gewoon één keer vragen om jullie mening hier zo achter te laten in de comments. Van wat ik dus moet doen met Davy. Wat ik wel weet is dat ik in ieder geval heel erg goed bevriend met haar wil worden. Zodat ik sowieso wel. Wacht even, dit kan echt niet. Ga dit eventjes de reparatiedienst inhuren. Alsjeblieft. Maar zodat ik wel in ieder geval gewoon goed contact hou met Davy. En ho, Louise wordt zo te zien bijna volwassenen. Hé, hey, dat is ook eventjes leuk. Dan... Ja, dan moeten we eigenlijk een taart maken, maar de deze is kapot. Koken, kunnen we wel gewoon een taart maken? Een witte taart. Ja, alsjeblieft. Bedankt voor het inhuren van de verenigde Reputatie... reparatiediensten. Uw reparateur komt over 10 minuten. Oké, okay, top. Nou, als Marcel dan eventjes de taart gaat maken voor Louise. Dan kan zij volwassenen worden. Marcel is nog lang niet volwassene, zo te zien. Dus Louise is ouder. Dat is wel iets wat niet klopt. Want mijn moeder is in het echt is ze jonger dan mijn vader. Maar hij gaat dus eventjes mooi de taart voor de maken. En hey, kijk eens aan, daar komt gelijk de reparatiedienst al. Um, wat ik alleen wil met Mel. Oh, trouwens, de reparatiedienst kan gewoon binnenkomen. Ja, top. Ik weet dus niet of ik Mel al gewoon een kind wil laten worden. Want jullie weten dat je hebt echt zo vrij weinig aan baby's. Je hebt gewoon eigenlijk helemaal niks aan baby's in de Sims. Maar ik wil wel gewoon net zo oud hebben als Gio. Dus als mezelf. Maar ik kan er nu al gewoon een kind maken, zodat we dus kunnen weten hoe Mel eruit ziet. En ja, hoe ze er dus uitziet. Maar jongens, gaan we nog verder met de taart? We hebben eigenlijk vier van die gaspitten. Maar ik kan er maar één tegelijkertijd koken. Ja, dat is in het echt misschien ook. Maar waar is die taart nou? Kom op, verder gaan met taart. Nee, ga je nu niet meer de taart maken? Oh, we kunnen ook brownies maken, zag ik. Oh, brownies van een mix. Let's go, ga die taart maken. Oops, okay. Louise is ook kookniveau niveau 3 in met koken. Dat is hartstikke mooi. De koekers is weer gemaakt. Daar ben ik wel blij om. En dan gaan we dus eerst even de verjaardag vieren van Louise. En ik denk dat we dan inderdaad toch maar Melanie gewoon ouder laten worden. En dat we dan heel snel, als we al ik krijgen, als we mij al krijgen in de Sims. Dus Gio. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan noemen, jongens. Moet ik gewoon mezelf noemen of moet ik gewoon Gio zeggen? Ik denk dat ik gewoon Gio ga zeggen. Maar dan maak ik mezelf ook heel gauw een kind, zodat ik toch net zo oud ben als Mel. Maar maak die taart. Want Louise gaat dus volwassen worden. Even kijken, gaat het wel nog goed gewoon met Mel? Ja? Oh, goosje, goosje, goosje. Ja, kijk dan, dit is Melanie als baby. Ze heeft zichzelf volgens mij nog niet eens gezien. Maar hé, waarom kunnen wij niet koken? Doorgaan met witte taart. Hier zo. Je kan er niet bij. Kan je die hier dan bij? Kan je die hier dan bij? Oh, dus hij mist iets om de taart op te kunnen maken. Maar wat dan? Wacht eens even. Een... Moeten we niet gewoon een oven hebben? Nee, want het kan daarin. Waarom kan ik geen taart te maken? Deze dan. Doorgaan. Huh? Oké, okay, dit is heel raar. Ik kan dus blijkbaar geen taarten maken meer in de sims. Huh? Moeten we dat dan in een ander huis serieus gaan doen om Louise ouder te laten worden? Want de enige Oké, okay, jongens en meiden. Help mij hieruit. Wat is er fout? Wat staat er in de weg? Gefeliciteerd met het nieuwste gezinslid. Nou, dankjewel Nick. Ik ken jou totaal niet, maar dankjewel. Als jullie hier iets in de weg zien staan of iets wat ik mis om een taart te maken, alsjeblieft zeg het tegen me, want I don't get it. Ik snap niet waarom ik niet gewoon die taart kan maken. Het hoort gewoon te kunnen, maar het gaat blijkbaar niet. Oké, okay, een beetje raar. Nou, wat we dan sowieso maar gaan doen is denk ik dat Marcel Melanie ouder gaat laten worden. Waarom gaan ze trouwens nou in mijn bed liggen, jongens en meiden? Dit is jullie bed. Jullie bed is niet voor niks. hier zo claimen en claimen. Dat is jullie bed en niet boven. Dankjewel, ga niet in mijn bed liggen. Maar, Melanie gaan we ouder laten worden, meer keuzes, ouder worden. En dan ben ik echt heel erg benieuwd of het een knap kind wordt of niet. Of dat Melanie dus eigenlijk gewoon echt super lelijk is. Oh shit. Melanie laat je wordt... Oh my god. Oh my god. Oké, okay, wat is Melanie? Melanie is denk ik een art... Nee, Melanie is geen artistiek wonderkind. Oh no shit. Melanie is een sociale vlinder. Ja, uh, ze is geen ijzelganger, ze is ook niet actief, ze is lui... Sorry Mel, als je dit ziet, als je mijn Sims aflevering kijkt. Ik heb je lui gemaakt omdat je gewoon een luie bankhanger bent. En je houdt gewoon van series kijken en alles, dus. Dat. Sorry Mel, maar dat ben je gewoon. Maar dat haar moet sowieso wel eventjes aangepast worden en die outfit al helemaal. En misschien kunnen jullie ook weer trouwens leuke dingen achterlaten in de comments, qua kledingstijl of iets. Ik. Ik. Waarschuw jullie trouwens, mijn haar op deze avond zit echt niet. En dan heb ik het niet over de Sims, dan heb ik het over mezelf. <laughs> maar, oké. Okay. Het wordt dus maar eventjes tijd, denk ik, om haar uiterlijk aan te gaan passen. Dus we gaan eerst eventjes een cheat invoeren, zodat we de haarkleur kunnen veranderen. Want dat kan anders niet, volgens mij, als ik het goed zeg. Dus, kom maar hier. Melanie, kom naar de kledingkast. En dan gaan we jouw outfit dus eventjes plannen. Want dat zwarte haar, dat heeft ze natuurlijk totaal niet. Dat shirtje had ze nog best kunnen dragen. Die schoenen niet. En die broek ook niet. Nee, dat is sowieso niet Melder's stijl. Okay. Het grappige aan deze familie is inderdaad dus dat ik het gewoon heel erg kan vergelijken met de realiteit. En dat ik eigenlijk gewoon niet echt zelf iets hoef te verzinnen. Omdat ik het allemaal gewoon moet baseren op de werkelijkheid van Melanie. Dan weet ik dus gelijk van oké, okay, ik moet er bruin haar gaan geven. Ah, no. Ja, kijk, herkennen jullie trouwens het gezicht van Melder een beetje. In, in de Wenkies wel hoor. De Wenkies wel. En de, de kleur ogen natuurlijk ook sowieso, maar. We, no, Nee, dit is de verkeerde kleur. Dit. Dit of dit. Ja, ik denk dit. Dit is melde de, de kleur haar wel. Ja, nou, die, die, die broek kunnen we sowieso gaan veranderen naar iets leuks. Maar wat is leuk voor een meisje? Want jullie kraken het, zoals jullie weten, natuurlijk altijd af bij mij. Dus ik weet dat ik het waarschijnlijk toch niet goed ga doen. Ik doe een wit broekje. Alleen dit wit broekje is zo standaard. Deze dan. Ja, die is leuker. Kijk, oké, okay, die in het wit. En dan slippertjes eronder. Meiden, alsjeblieft zeg dat ik het goed doe. Zeg dat ik gewoon goed de kleding doe. En dat ik het niet helemaal... Va oh, wacht, ze heeft sokken aan. Oh shit, dat moet wel echt even uit. Juist, oké, okay, beter. Ja, ik kan daar ook gewoon trouwens op de blote voeten laten lopen. Roze slippertjes eronder. Oké, okay, ik vind dat shirt best leuk. Dat, dat konijntje. Het is een kind, hè? Dus denk je niet in dat je zelf deze kleding moet gaan dragen. Maar het is dit, dit is echt nog maar een klein kind. Maar uh, vergelijk het dus gewoon een beetje met inderdaad een kind die dit kan dragen. Als je dit zo ziet rondlopen op straat, dan denk je toch best wel van: nou, dat is nog best wel leuk. Kijk, okay, dan, we dan doen we dit erbij. Dat staat ook hartstikke leuk. Of dit? Nee, die is leuker, ja. Oké, okay, die staat sowieso... Oh, nee, grapje. Ik, ik zie zelf ook wel dat dit echt niet staat. Rustig maar, voordat je dacht dat ik dat meende. Eh... Uh, bandjes nog erbij? Nou, die staan er totaal niet bij. Een wit bandje, ja. Nou, dan doen we het zo. Kunnen we dan nog de kleding van mijn moeder aanpassen of iets? Want dat zeiden jullie ook nog van... Ja, Gio, dat moet je wel echt eigenlijk aanpassen. Want dat ziet er ook niet uit. Nou, en dan als haar. Dit is wel een beetje net haar van mijn moeder. En... Nou, dan zijn we klaar. Top! Dan ben ik heel erg benieuwd ook weer hoe ze eruit zien in het echt. Want dat is altijd het leuke. Je past ze heel die sims aan. En dan ineens zie je ze gewoon weer rondlopen op de manier als jij dat wilt. Oké, okay, daar gaan we kijken hoor. Hoe zien ze eruit? Is dit een beetje leuk? Ja of nee? Ja! Oh, dit is nog de slaapkleding. Even je outfit aan. Nee, niet je blootje. Je normale outfit. Doe het eens eventjes aan. Ja, 3, 2, 1 en... Oh! Meiden, vinden jullie dit leuk? Zou je deze outfit zelf dragen als je op deze leeftijd nog zou leven? Dat hoop ik wel voor je. Jongens, zouden jullie op een vrouw als dit vallen? Laat het maar achter. Ik hoop dat dit een beetje leuk is. Nou, dan gaan we nog even kijken naar Mel. Dat ziet er ook wel een stuk beter uit. Wel gewoon een beetje kinderachtig, maar hey. Het is een kind, ja? Dus het kan gewoon. Het kan gewoon. De vorige keer had ik ook echt iets heel kinderachtigs gedaan bij een meisje. En jullie hebben me zo erg afgebrand toen. Dat deed zoveel pijn van binnen. Ik moest zo hard huilen toen ik de comments las. Nee, maar ik vind dit best wel leuk. Um, wat we nu dus kunnen doen is eigenlijk gewoon doorspoelen tot Louise inderdaad ook dus mij krijgt, maar we kunnen ook ja, haar eerst ouder laten worden, maar dan kunnen we eventjes naar een soort van discotheek gaan en dan nemen we Mel ja, we nemen Melanie gewoon mee. Ja, ik struikelde over mijn eigen tong. Dat klonk heel raar, maar zullen wij gaan reizen? Ik denk dat wij kunnen gaan reizen en dan nemen we Davy mee en Melanie en dan kunnen zij misschien een beetje vriendinnen worden, zodat het beste vriendinnen worden. Niet iedereen kan komen. Davy is nu druk bezig. Oh, die zit misschien op school dan inderdaad. Maar hey, denk je eventjes in. Als Melanie en Davy vriendinnen worden. Dat is misschien wel leuk. Want dan kunnen het dus ook een uh, soort van supergoeie vriendinnen worden. Dat ze gewoon aan de moeder vragen van. Hey, kunnen we Davy niet in huis nemen? Ja, misschien heb jij zelf wel een hele goede vriend of vriendin. Van hey, die zou ik ook wel in huis willen hebben. Nou, in de sims gaan wij dit gewoon tot werkelijkheid brengen. Als jullie dat dus echt zouden willen, hè. Dus eerst gewoon ervoor zorgen dat Melanie en Davy een hele goede... Vriendschap krijgen. Ook al kennen ze elkaar op dit moment nog niet. Maar Davy kan nu niet. Dus we gaan gewoon even op zoek naar een parkje. De klippen, Nee, we gaan gewoon naar dit hier ergens. Wij gaan gewoon naar het Hazenplein hier zo. Let's go. Ja, we zijn in het Hazenplein. En dit is trouwens best wel een leuk parkje. Het is heel klein en complex. Maar. Oh my god. Ik, ik ben bang. What? Waarom de fuck? Even serieus. Waarom kom ik hester? Letterlijk overal tegen. Overal is Hester. Dat is eng. Ik zweer het je, het is eng om haar gewoon serieus overal tegen te komen. Maar kunnen we hier niet koken of iets? We kunnen hier gewoon een random koelkast gaan neerzetten. Zullen we dat gewoon doen? Want eigenlijk gingen we daarvoor naar een andere plek. Voor een koelkast. Om ervoor te zorgen dat Louise ouder kon worden. Koelkasten. Ja, we zetten hier gewoon in het park een random koelkast neer. Gewoon gezellig. Dan kunnen ze ook eten op de bankjes hier zo. Uh, ja. Een fornuis, het valt totaal niet op Nee, het staat gewoon echt half in de bosjes Ik hoop dat ze dit zelfs kunnen gebruiken Nu dadelijk kunnen ze het niet eens gebruiken En dan gewoon een kastje Ik kan het misschien beter wel gewoon weghalen als ik hiermee klaar ben Want het ziet er niet uit dit, dit verpest wel echt het hele park Maar kunnen we het nu dan? Koken Kunnen we nu een taart maken? Het zou wel handig zijn, want dan kunnen we dus haar verjaardag vieren Even indenken dat we nu dus gewoon een hele Serieus gewoon een hele koelkast hebben gekocht Een fornuis opnieuw hebben gekocht En een aanrecht alleen maar om een verjaardag te vieren zou je dat zelf doen in het leven? Zou je zoveel over hebben voor je verjaardag? Ja of nee? Ik denk het niet hoor. Ik denk het niet. Maar, kan ze het? Volgens mij kan ze nu gewoon wel de taart maken. Want hij moet hier in de oven en dan is hij klaar toch? Maar wat missen wij dan thuis? Wat stond er in de weg waardoor wij niet konden koken? Of kan het straks ook niet hier? Oh! Shit! Dat was niet de bedoeling. Ja, hier, kijk, dit bedoel ik. Ze gooit hem nu gewoon in de oven. En hier zo kan het dus wel. Gewoon in een vreemd park. Waar we eigenlijk vrijwel nooit komen. Daar kan het dus gewoon wel. En hey. Oh, ik, ik wilde zeggen. Misschien is het wel leuk als Men dan die gewoon een soort van klein crushje. Of een kleine vriend. Een klein crushje. Dat woord dat, dat moet je me niet gebruiken, want dat bestaat volgens mij niet eens. Maar ik bedoel, dat een klein vriendje al kan ontmoeten. Wow, volwassenen belachelijk maken. Wow, dat is gemeen. Maar dat ze al een soort van vriend kan ontmoeten. Zodat ze daar later misschien een relatie mee kan krijgen. Dit is wel heel erg snel, hè. Ze is echt serieus net een kind geworden. Dat is best wel heel erg. Wacht, jij moet je taart niet vergeten. Oh, hij is al klaar. Nou. Verjaardagskaartjes toevoegen. Ervoor zorgen dat niet net iemand snel een stuk pakt. Kom op, opschieten. Oh, oh, oh. Oh, jij gaat verjaardagskaartjes eraan toevoegen. Oké, okay, is ook goed. Juist. Oké, okay. en dan een wens doen. Louise Bakker komt niet in aanmerking om ouder te Huh? Jawel. Nee, maar hè? Huh? Een wens doen. Louise Bakker komt wel in aanmerking. Zie hem ouder laten worden? Hester? Huh? Maar Hester was al een oudere. Oh, betekent het als ik Hester ouder laat worden dat ze dan doodgaat? Of. Of, of was zij niet de vrouw. Huh, dit is raar. Was zij inderdaad niet die vrouw die inderdaad al ouderen was? Of nog maar volwassener was, maar dat ze gewoon grijs haar had van zichzelf? Was Hester dat niet? Ik weet inderdaad dat dat die vrouw is uit die beurt en dat we. Dat Davy haar dochter is, maar. Oh, die gaat nu ouder worden, hè? Huh? Is dat een volwassene dan? Oh ja, het is een volwassene. Dan wordt die nu oudere. Huh? Oh ja, dan houdt ze gewoon de grijze haar. Dan krijgt ze alleen meer rimpels. Oh, maar dit is wel raar, want nu kunnen we zelfs niet ouder worden. Want het was dus eigenlijk de bedoeling om Louise bakken ouder te laten worden. Er staat hier ook dat ze volwassene kan worden. Maar hier staat dat ze niet in aanmerking komt. Jongens, ik vind dit een hele rare aflevering. Eerst kunnen wij niet onze eigen taart bakken. En nu kunnen wij ineens niet meer ouder worden. Ik snapte hier ineens helemaal niks meer van. We kunnen trouwens gewoon random iedereen in deze buurt ouder laten worden. Gewoon iedereen die hier is. Merel zelfs, die kunnen we al ouder laten worden. Dat, dat is ook best wel erg. Iedereen hier, Mart, kunnen we een tiener laten worden zelfs. Nou, oké. Okay, uh, misschien is het omdat. Lu ah, dat, dat is het, denk ik. Louise is zwanger en daardoor kan ze nu niet ouder worden. Dat is het, denk ik. Ze is natuurlijk zwanger van mij. En als zij dan ineens ouder wordt, dan klopt die buik helemaal niet meer of iets. Ik denk dat dat het is, dat dat de oplossing is. Nou, wat we dan gaan doen, ik denk dat wij gewoon weer lekker teruggaan naar het huis. En ik heb echt een hele belangrijke vraag voor jullie. En die vraag is dus: ik wil weer een drama gaan starten in de afleveringen, want dramas vonden jullie heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk om echt de drama's erin te gooien. Dus ik kan inderdaad, nou, als ik Davy erin zou doen als dus echt kind en dat ze dan helemaal ruzie zou gaan zoeken met Mel nadat ze juist hele goede vriendinnen waren, dat dat een soort van drama kunnen worden. Maar hebben jullie ook ideeën voor een drama? Zet eens groot in je comment neer als, jij weet, als je iets weet voor een drama. Dus bijvoorbeeld vreemdgaan kan ook weer met mijn moeder of met mijn vader. Laat het achter. Zet eens groot in je comment drama. En dan je hele verhaal er achteraan. Ja, Gio, dit moet je gaan doen. Dit gaat iets super spannends opleveren. Iets wat je misschien zelf hebt meegemaakt in de sims. Laat het zeker achter in de comments, want dan ga ik dat dus ook naspelen. Juist, en we zijn alweer terug thuis. Maar hetgeen waar we nu dus eigenlijk tegenaan lopen, is dat we moeten wachten totdat Louise een kind krijgt. Oftewel, mij. Ik hoop dan ook dus dat ze een jongetje of een meisje krijgt. En dat gaan jullie sowieso wel zien... In de volgende aflevering. Dus nog niet in deze aflevering. Dus sorry als je dacht van hey Gio, maar waarom niet in deze aflevering? Nou, het moet natuurlijk ook een beetje spannend blijven, hè. Of ze dus inderdaad ook gewoon misschien straks wel een tweeling krijgt in plaats van mij. Alleen of uh, dadelijk krijgt ze twee meisjes weer. Wat moeten we dan? Dan moeten we één kind gaan wegdoen. Dat is trouwens al het begin van een drama. Dan moeten we een kind gaan wegdoen. Of gaan vermoorden. Omdat anders de hele familie latoi niet meer klopt. Want dat is het doel. Dat zou erg zijn als ze inderdaad straks gewoon, dat zei ik in het begin van de aflevering al, als zij ineens een tweeling zou krijgen straks. Maar Melanie heeft dus wel iemand ontmoet in dat park. Verder kent ze nog echt amper iemand. Dus het is misschien wel leuk als ze straks ook op school inderdaad gewoon mensen gaat leren kennen. En ik denk dat wij van de volgende aflevering ook een hele leuke aflevering gaan maken: dat we ook weer gaan proberen om naar school te gaan met die schoolmod inderdaad. Want dat heb ik ooit een keer eerder gedaan en dat vonden jullie ook heel erg leuk. Dus, dit is een soort van tussenaflevering als opbouw voor de volgende aflevering. Waar we dus ook gaan zien wie we gaan krijgen. Of we mij gaan krijgen, of iemand anders, of een tweeling, of. Het maakt allemaal niet uit. Dat wordt een beetje de vraag. Maar als jij dus ook een idee hebt voor een nieuw drama, laat het dan zeker achter. En ik zie dat Marcel ook alweer over een uurtje aan het werk moet. En ik denk dat ik dan het hierbij ga laten voor deze aflevering. Het is dus een soort van tussenaflevering. Misschien niet zo spannend als de afleveringen hiervoor, of als de afleveringen die nog gaan komen. Maar dan wil ik jullie wel bedanken voor het kijken naar deze video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan zeg ik tot de volgende aflevering. En later. 7,